Yo mensen! En leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe VSMOL video op mijn kanaal. Het is alweer aflevering 9. Het gaat echt heel snel. In ieder geval, er waren heel wat verdachte dingen in de aflevering. In ieder geval, laten we nu heel gauw beginnen. Er waren dit keer 2 opdrachten maar. Ik ga meteen, dit was natuurlijk de finale aflevering. Nou, nog niet de finale aflevering, meer de cliffhanger. Ze hebben de verliezen ook al bekendgemaakt. Ga ik nog niet vertellen aan het einde van deze video. Dus blijf vooral kijken. Goed, nou, in ieder geval, het eerste opdracht was dus, ze moesten 6 kilometer. Ze hadden een route van 6 kilometer. En dan moesten ze fietsen. En onderweg, niet echt fietsen, met een step begonnen ze. Maar, en dan onderweg konden ze geld verdienen. En als je niks deed, gewoon met die, want je kon allemaal aanwijzingen vinden als je verder ging met de step. En moest je gewoon de route volgen. En ja, er stond, en ze moesten uiteindelijk bijvoorbeeld, er staat bijvoorbeeld bij de start, want ze waren nog maar iets van 200 meter ver weg van de start. Bij de start ligt de €300 of zo. En dan ging Rocky ging die 300 halen, want zij ging weer terug naar de start. En toen ging Rocky, toen ging René en Charlotte gingen toen weer verder, gewoon met de step. En dat was dus, dan moesten ze gewoon doorgaan naar de volgende aanwijzing. En bij de volgende aanwijzing stond ook, lever hier, koop hier een mountainbike of ga met de voet verder. En ja, dan gaan ze natuurlijk gewoon een mountainbike kopen. En dat kostte €100, niet heel veel, want ze hadden ook €100 al. En ja, dat gingen ze dus gewoon doen. Gaat ook veel sneller hoor, snap ik ook wel. In ieder geval, en dat gingen ze gewoon lekker verder met z'n drieën met de mountainbike. En toen bij het laatste, ze hadden het echt net gered, want ze moesten nog 1 kilometer en toen stond er lever hier je mountainbike in en ga met de voet verder. Ja, ze moesten nog maar 1 kilometer, dus toen ging Charlotte even hardlopen en ze kwam ook precies op tijd aan bij de start. Net als Rocky en René. Dus ja, dat was ook wel heel leuk voor hun. En ze hadden met die opdracht €1080 verdiend. Dus €1080. Dus ja, dat is ook best wel een mooi getal. Om heel eerlijk te zijn, vind ik wel een mooi getal. En nu in ieder geval, het was een hele leuke opdracht en dan gaan we nu heel gauw door naar de tweede opdracht. Goed, en de tweede opdracht was, ze moesten, ze waren in een grot en daar stonden allemaal stellingen over de mol. En nou, niet echt stellingen, maar meer over als je deze bijvoorbeeld, alle stellingen die bijvoorbeeld René is de mol. En als jij denkt dat die de mol is, dan moet je die natuurlijk meenemen. En als dat waar is, dan krijg je €100 erbij voor de pot. Alleen de stellingen die niet waar waren en die je wel meenam, die daar kwam weer €100 ging er dan weer uit de pot. En ja, dan, ze hebben al heel weinig geld, dus dan zou ik dat vooral allemaal niet meenemen. Maar René trapte er wel in. Ik bedoel, René zei op deze envelop, de mol had geschreven, op deze envelop staat de aanwijzing. Ik bedoel, er staat geld of zo. Kijk even. Ik ben de mol. Ik wil geld uit de pot houden. Ik wil het antwoord weten op die ene vraag, wie is de mol? We kunnen een deal sluiten. Neem een envelop met een aanwijzing naar mij in ruil voor €250. Neem een envelop met een aanwijzing naar mij in ruil voor €250. Ja, en Rocky was daar dus niet ingetrapt. Kaars. Op deze envelop vind je de hint. Ik lees op het briefje, ja, dit is de aanwijzing in de envelop en er staat een kaars bij. Nou ja, volgens mij gaat hij gewoon weer terug. Ik heb geen hints nodig. En ik denk, heb ik helemaal niet nodig? Want ik weet precies wie het is. Ja, dus dat was wel echt heel erg slim van Rocky. En ja, ze dacht gewoon, ja, ik laat liggen. Ik heb al genoeg aanwijzingen. Ik weet zeker dat René de mol is. En dat denk ik zeker weten ook. Ik heb trouwens ook een filmpje gemaakt dat ik al mijn punten in ging zetten op René.
Oké, mensen, we gaan dus. Ik heb in totaal 1588 punten, omdat ik steeds op de goede mol zat. Dus ja. Ja, René, 44%. Dus we gaan gewoon op René stemmen, jongens. Let's go. En als ik dat doe, dan ga ik dit winnen. Oké, 1588 punten zoals jullie zien. Ik ga het nu gewoon doen. Let's go. Oké, verdenkspel. Nou, ik ga niet Charlotte doen, lekker niet. René, 1588 punten. Ik weet het zeker. Ja, Rocky is de winnaar, jongens. En Charlotte is sowieso, dat weet ik 100% zeker. Charlotte is sowieso de afvaller. Ja, punten insturen. Let's go, jongens. We hebben het ingestuurd. Let's go. Oh, wat nice dit. Oh, wat nice. Let's go. Dit is de laatste keer dat ik het kan doen. En nog 15 minuten, zoals jullie zien. Ja, let's go, jongens. En dan zien we uiteindelijk wie de mol is. In ieder geval, nu gaan we verder met de video. Ja, ik heb al mijn punten erop ingezet. En toen, ik had gewoon al mijn punten op René ingezet. En René zat gewoon nog in de finale. René zat gewoon in de finale nog. Ja, en Charlotte was de afvaller. En ik denk dat het nu heel simpel is. René is de mol en Rocky is de winnaar. Kan niet anders, jongens. Het kan zeker niet anders. Ik weet het ook wel zeker dat ze zeiden dat René de mol is en Rocky de winnaar. In ieder geval, dat was wel heel leuk. En ik heb dus ook 3000 punten nu. Ja, dus gewoon meer dan 3000 punten ben ik echt heel blij mee. In ieder geval, dit was eigenlijk de Wie is de Mol video. Ik hoop dat jullie deze video natuurlijk leuk en nuttig vonden. En ik weet zeker dat René de Mol is, want ik heb nog één hele goede aanwijzing. Want René kon twee dingen niet. Kijk even. 350 euro. Oké. Doen. Pakken. Ja, vamos. Oké. Wie gaat het doen? Zal ik het proberen? Ja, is goed. Toen dacht ik, nou, dat ga ik eens wel even doen, hoor. Dat ga ik even sluiten. Ik wil ook eens cools doen. Er zijn twee vliegtuigen. Ik ga even die touw nog pakken. Oké, kom op, René. Ga ik ook iets engs doen? Ja. Eindelijk. Lekker bezig, René. Goed zo. Wow. Even laten zien wat die vrouwen in hun mars hebben. Lekker, kom maar. Oh, ik zit vast met mijn handschoenen. Weet je zeker? En toen kwamen we aan bij de volgende ladder. Maar die was nu niet over een rivier heen, die was omhoog. Toen dacht ik, nou dan ga ik die wel pakken. Ready? Yes, mam. Kom maar. Ga ik. You got this, René. Oh shit, maar, René. Man. Nee, dit is me veel te zwaar. Oh nee, dit gaat mij niet lukken, man. Het is hartstikke zwaar. Nee? Echt, dat gaat me in mijn armen. Kijk. Ja, dus ze kon twee dingen gewoon niet. Want ze moest over een ladder, over zo'n laddertje, ging ze over het water. En daar lag aan de andere kant 150 euro of zo. Nee, 350. En dat lukte haar gewoon niet. En later laten ze het ook gewoon liggen. Dus dat kan ook eigenlijk niet. En zelfs René, die ging ook nog de lucht in. En ja, want er was een hele hoge ladder. En Charlotte had het wel weer gedaan. Maar René, die kon het ook niet. Dus zij is 100% de mol. In ieder geval, hopelijk heb jij genoten van deze video. Abonneer natuurlijk deze. Abonneer op mijn kanaal. En vergeet natuurlijk niet deze video leuk te liken. En ja, dan ga ik jullie zondag, volgende week zondag, om 2 uur zien. Bij de laatste Wie is de Mol video. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En dan ga ik jullie heel gauw weer zien bij de volgende video. Later.